Ik krijg regelmatig klanten over de vloer, gelukkig maar, die mij dan ook vragen stellen in verband met de keuze die ze moeten maken bij de aanschaf van etalagepoppen. Als je voor de eerste keer etalagepoppen moet aanschaffen en je hebt er nog nooit mee gewerkt, dan is dat niet zo heel eenvoudig om daar een keuze in te maken. En daarom is het handig om enkele tips te krijgen, te weten waar je op moet letten. Het is ook niet zo dat je altijd nieuwe etalagepoppen nodig hebt. Als je er rekening mee houdt dat een etalagepop op gewone kledij, ik spreek hier dus niet van lingerie, maar op gewone kledij, dat er eigenlijk maar 10% van de etalagepop zichtbaar is, is het niet altijd nodig om nieuwe etalagepoppen aan te schaffen. Je kan eveneens de etalage maken met gebruikte of toonzaalmodellen. Wat wel belangrijk is, volgens mij, dat is als je een kledingzaak hebt of als een kledingzaak hebt of als je kleding wil presenteren, dat je dat inderdaad op een etalagepop of op een paspop doet. Kapstokken zijn uit den boze, is eigenlijk ook verleden tijd en het brengt ook de kledij niet zo tot zijn recht als dat het wel zou doen op een etalagepop die tenslotte de kleding volledig vormgeeft. Dus ik ga in de volgende reeks trachten om wat duidelijkheid te brengen bij de aanschaf van etalagepoppen en onder andere ook waar je op zou moeten letten bij de aankoop van een etalagepop.